voetballen heb ik op straat geleerd. Gewoon trappen tegen een muurtje. Hoog houden in het park. Ik had altijd een bal bij me. Als ik me verveelde, was ik aan het ballen. Bij Olympia 18 ben ik begonnen met voetballen. Ik was toen 5 jaar oud. Er waren nog geen meisjesteams, dus speelde ik altijd in jongensteams. Daar heb ik heel veel geleerd. Natuurlijk droomde ook ik dat ik profvoetballer zou worden. En dan moesten de jongens altijd erg hard lachen. Meisjes worden toch geen profvoetballer? Maar dat werd ik wel. Op mijn 16e ben ik bij Willem II in de Eredivisie gaan spelen. En via VVV Venlo kwam ik bij PSV terecht. Toch moest je altijd het voetbal combineren met een baan of een studie. Daarom was ik zo blij met het aanbod van Achilles 29. Ik kreeg een contract en hoefde er dus geen baan naast te hebben. Ik kon gewoon alleen maar voetballen. En dat is mijn droom. En nu, bij FC Twente, is dat ook zo. Op deze manier kon ik mij ook helemaal richten op het EK. Ik wil daar zo graag bij zijn deze keer. De vorige heb ik steeds gemist door blessures. Dus ik moest gewoon fit blijven. In EK in eigen land maak je tenslotte niet vaak mee. Misschien maar één keer in je leven.